Ik hoop dat als straks de Routes Eiland Campus af is, dat studenten, medewerkers, ondernemers, buurtbewoners er samen een levendige plek van maken die wij voor ogen hebben. De Universiteit van Amsterdam bouwt aan 4 open stadscampussen. Door verwante wetenschappelijke disciplines bij elkaar te brengen, wil de Universiteit van Amsterdam samenwerking stimuleren. Tussen studenten, medewerkers en onderzoekers. En tussen de universiteit en de samenleving. De 4 campussen zijn geneeskunde in het AMC, het Science Park voor de beta-studies, de alpha-studies in de binnenstad en de Routes Eiland Campus voor de gamma-studies, economie en bedrijfskunde, maatschappij en gedragswetenschappen en de rechtsgeleerdheid. Ik als rechtenstudent kom eigenlijk nooit economie-studenten tegen of studenten van maatschappij en gedrag. En straks zullen we elkaar wel meer tegenkomen. Als straks alles afgerond is hier op het Routes Eiland, dan hoop ik dat wij voor onderzoekers een gebouw hebben waarin zij 24 uur per dag het onderzoek zouden kunnen doen. En waarbij we ze zo goed mogelijk kunnen faciliteren voor alles wat zij nodig hebben voor een onderzoek. Het Routes Eiland is een open stadcampus. Het is een deel van de stad, dat willen we ermee bereiken. De stad moet doordringen in het gebied, maar het gebied mag ook een uitstraling hebben op de omgeving. In de toekomst denk ik dat de buurt alleen maar beter wordt door deze verbouwing. Meer voorzieningen, opener gebied, meer groen ook. In 2010 is gestart met de herontwikkeling van de Routes Eiland Campus. De gebouwen worden gerenoveerd en de buitenruimte wordt opnieuw ingericht. Het gebouw over de nieuwe achtergracht is op een bijzondere manier aangepast. Vroeger was het een gesloten bouw over de gracht heen. Eigenlijk als een soort wand, scheiding, een muur. En nu is het opengebroken en nu loopt de nieuwe achtergracht opeens door. En vanuit mijn huis kan ik nu veel makkelijker in dit gebied komen. Dit is een geweldige ingreep. Niet alleen stedenbouwkundig geeft hij het gebied veel meer karakter en allure. Maar ook het gebouw zelf wordt daardoor fascinerend mooi afgesneden. We proberen naast goede gebouwen neer te zetten ook de openbare ruimte duidelijk te upgraden. Zodat als het ware de buurt doorloopt over de campus en niet stopt bij de slagboom. Het mooie aan Routes Eiland Complex is eigenlijk wel dat die faculteiten bij elkaar komen te zitten. Bijvoorbeeld als het gaat over Europa, kan je daar heel erg naar kijken vanuit een economisch perspectief. Maar er is ook heel veel Europees recht. En hoe mensen daarop reageren is juist weer meer het pakken Jan van maatschappij en gedrag. De Routes Eiland Campus is een ontmoetingsplek voor studenten, docenten, de buurt en de stad. Met eigentijdse studie- en onderzoeksfaciliteiten, ontmoetingsplekken en activiteiten in bijvoorbeeld CREA, het CREA Café en Room for Discussion. Voor mij persoonlijk zou Routes Eiland wel echt zo'n plek zijn waar ik 's ochtends vroeg heen kan en 's avonds laat weer wegga. Je komt daar aan, je hebt een hoorcollege, je gaat studeren, je eet wat in CREA, je gaat weer studeren en dan eet je wat in de router of ergens anders. En daarna drink je nog een biertje in CREA en dan ga je weer naar huis.